Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag de Pantone kaartjes laten zien. Hier zie je de box. Ze worden verpakt in een hele mooie stevige box. En ook op de box zie je al de kleuren verschijnen. Het zijn kaartjes, briefkaartjes. En ik had er al twee gemaakt. Die had ik al gepost. Ik zal ze er even uithalen. Het zijn er 100 kleuren kaartjes. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een kleurenwaaier voor als je verf gaat bestellen of iets dergelijks. Dit zijn allemaal vastgelegde kleurtjes. En hier zie je de panda die ik had gemaakt. En de koala had ik gemaakt. Kijk, het is echt een hele stapel. Ze zijn mooi stevig van karton. Het is wel een beetje een gladde bovenkant. Dus je moet hem zo wel even bewerken, maar dat laat ik zo zien. Het zijn echt briefkaarten. Een plekje voor de postzegel en om wat op te schrijven. Ook in dat formaat. Ik ga deze keer met Bux 1 aan de slag. Bux 1 is een wat oudere serie, nog steeds leverbaar. Ik denk dat hij er alweer 3 of 4 jaar is. Het lieve heersbeestje en de bloem ga ik gebruiken. En nu zoek ik een bijpassende kaart. Ik heb geen idee. Zomaar een kleur die mij aanspreekt, die ik leuk kan combineren. Ik ben met mezelf de uitdaging aangegaan om deze 100 kaartjes te beschilderen. Allemaal op basis van mijn stempeltjes. Deze mag het worden. En ze noemen hem Red Plum. Geen idee. Soms hebben ze alleen een nummer, soms hebben ze een naam daarbij. Ik ga ze even allemaal weer even terug opbergen. Zo leuk, zo'n handig stevig doosje. Het lintje eruit, dan kun je ze weer makkelijk eruit halen. Woeps. Zo. Ik ga vandaag met verf werken en alvorens die aan te brengen wil ik hem behandelen. Het is een vrij glad kaartje zoals je kunt zien. Wat heb ik daarvoor nodig? Een fijn kwastje. Ik heb hier zo'n collage kwast van Ranger. En die stress kwast, heel zacht. Daar kan je heel makkelijk brede stroken mee aanbrengen. En daarop ga ik werken met een multicoat en niet te vergeten een matte. Het kaartje is ook mat. Het zou zonde zijn als die helemaal gaat glimmen. Ik wil hem toch een beetje behandelen, maar niet helemaal zichtbaar. Het is een beetje wittig. Een beetje melkachtig. Ik ga het opbrengen met bewegingen van links naar rechts, rechts naar links. In ieder geval horizontaal. Omdat het doorzichtig opdroogt, hoef ik het ook niet af te plakken, vind ik zelf. Heel dun aanbrengen. Met een beetje een platte kwast. Je ziet een beetje het wit. En dat droogt dadelijk helemaal vanzelf doorzichtig op. Goed uitvegen, mooi afstrijken. Even checken of ik overal ben geweest. Zie je, je ziet heel dun die streepjes. Even niks meer aan doen. Omdat je het zo dun aanbrengt, is het echt heel snel droog. Kijk, bijna droog. Nou, tijd om de stempel erbij te pakken. Ik begin met de bloem. Hij is mooi droog. Ja. Ik stempel met Archival. Zwart in deze, omdat het een wat donker kaartje is. Goed de hoekjes meenemen.
Het is niet super erg als het helemaal perfect is, want we gaan hem toch inschilderen. Goed uitlijnen, dat is het fijne van zo'n acrylblok en een kleerstempel. Dat je er doorheen kan kijken. Dan kun je precies positioneren, een beetje aandrukken en tadaa. Nou, is prima. Weten we precies waar alles moet komen. Tijd voor de volgende patiënt. En dat is natuurlijk het lieve heersbeestje. Je ziet, mijn stempels zijn al wat donkerder gekleurd. Dat doet de Archival. Deze zijn echt ook al jaren oud en intensief gebruikt. Maar zoals je ziet, werken ze nog perfect. Het zijn geen showmodellen, het zijn gewoon producten om te gebruiken. Dus zie je, dat is prima. Dat is een mooie basis. En dan kunnen we nu verder met inschilderen. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Een penseel natuurlijk. Dit is een penseeltje wat ik graag gebruik. Het is een heel simpel penseeltje van Ranger. Zelfs een alcoholpenseeltje, geloof ik. Dus maakt niet uit. Wat jij fijn vindt. Dit is water. En dat is natuurlijk ook belangrijk. En een stukje keukenpapier om je kwast schoon te maken. Verder hebben we natuurlijk verf nodig. Ik heb van die leuke kleine tubes van Dilution. Ook een Ranger product toevallig. En ik ga met de bloem beginnen, dus ik ga verschillende kleuren roze gebruiken. In deze potjes zit een balletje. En het is belangrijk dat voor je het gaat gebruiken om het even goed te schudden. Zodat het niet te waterig is of te vast van structuur. Nou, we maken een beetje een paletje. Een lichte roze er nog bij. En hebben we ook nog wit. Oké, let's paint. Ik heb hier een schaaltje. Dat is gewoon een plastic dekseltje van een bakje. Makkelijk om te hergebruiken. We gaan het rustig opzetten. De kleuren kun je op het schaaltje mengen met elkaar. De eerste opzet. Ik ga niet helemaal in op het kleurproces en ik zal de rest even wat sneller afspelen. Zo krijg je toch een beetje het idee van hoe ik het opbouw. Van licht naar donker en dan weer even wat drogen. Van donker naar licht, om zo elk blaadje een beetje schaduw te geven en ook wat glans van waar de zon komt, waar het licht komt. In dit geval komt het licht van boven, vind ik. En ga ik aan de bovenkant wat licht daar aanzetten. Het hart van de bloem ga ik met lichtbruin en donkerbruin opzetten. En later komen er nog wat andere kleuren bij om een beetje diepte aan te geven. Maar tot zover even het hart van de bloem. Gaan we even verder met de blaadjes. Die zijn nu gedroogd. Dus kan ik makkelijk weer lichte kleuren opzetten. Om het zo verder op te bouwen. Tot zover even de bloem. Gaan we verder met de steel. En daar gebruik ik deze kleur groen voor. En natuurlijk een iets donkerdere kleur die ik daar tegenover ga zetten. Dat is deze.
Dan is het tijd voor het lieve heersbeestje. En daar hebben we natuurlijk rood voor nodig. Dat gaan we even samen mengen zo. En dan gaan we de eerste opzet doen en dan ga ik het ook even wat sneller afspelen. Dan zul je wel denken, wat gek, die witte strepen daar bovenop. Hij heeft toch zwarte vlekjes? Nou, dat klopt. Ik wil heel graag aangeven dat het echt een glad beestje is. Dus bovenop niet helemaal, net een beetje aan de zijkant. Daar glanst het heel erg. Dus echt een schilletje heeft hij. En zometeen zul je zien hoe dat resultaat is. Ik zal je de rest besparen. Ik heb nog een hele lange tijd besteed aan het perfectioneren van dit lieve heersbeestje. Dus ik ga meteen over naar het eindresultaat. En dat is deze geworden. Nou, ik hoop dat je het leuk vond en dat je zelf wellicht ook aan de slag gaat met deze grappige kleurenkaarten. Je kunt ze overal verkrijgen. Google even op Pantone postcards. En ik ben benieuwd of jij iets leuks gaat maken. Als je dat gaat doen, tag me eventjes. Ik ga nog eventjes mijn handtekening eronder zetten. Ik zie je graag een volgende video. Bedankt voor het kijken. Groetjes! Ik zou het natuurlijk superleuk vinden als je even een reactie achterlaat onder deze video. Volg me, @carlecreaties, op social media. En natuurlijk abonneer je even op mijn YouTube-kanaal, toch? Want er komt nog veel meer aan.